De bewoners, de kerkbezoekers en het gemeentebestuur winden zich op over de verkoop van het pepergasthuis. Verhuurder Levier heeft het plan de 29 hofjeswoningen en het kerkje van het pepergasthuis in de binnenstad te verkopen. Het gasthuis werd honderden jaren geleden door pelgrims aan de stad geschonken. De laatste voogden deden het complete gerestaureerde gebouw, inclusief interieur, schilderijen en statenbijbel, over aan woningbouwvereniging Volkshuisvesting. Die club beloofde zorgvuldig beheer en tradities tot in lengte van jaren te respecteren. Ik vind dat dit eerder thuis hoort bij de Groningen Monumentenfonds. Omdat in de lijn van de stichters die dit gegeven hebben, en ook in de lijn van wat Levier heeft beloofd in zijn boekje Sint Geertruids of Pepergasthuis, ligt het veel meer in de lijn dat het naar het Groningen Monumentenfonds gaat. Dit is echt maatschappelijk vastgoed. Dit hoort bij de samenleving en dit hoort ook bij de samenleving te blijven. En dat hoort niet in handen te komen van een commerciële partij die er misschien wel een bed and breakfast, een horecagelegenheid of wat dan ook van gaat maken. Waar gebruikt u het voor? Wij zijn wij heten dan de Ecumenische Viering in Groningen. We hebben onze naam verbonden aan deze kerk. Wij noemen onszelf pepergasthuisgangers, pepergangers. We hebben een tijdschrift, dat heet de Paperclip. En wij gebruiken het voor iedere zondag, komen hier 150 tot 200 mensen bij elkaar om hier zondags een viering te houden. Het Pepergasthuis is een heel belangrijk cultuurhistorisch monument voor de stad Groningen, voor de gemeente Groningen. Het zijn ook sociale huurwoningen in de binnenstad. Dat is een zeldzaamheid, daar moet je zuinig op zijn. En ik vind het een heel slecht idee dat de woningbouwcoöperatie, een complex wat ook ooit met heel veel publiek geld is opgeknapt, gerenoveerd, nu voor de hoogste prijzen op de markt gooit. Opvolger Levier denkt er heel anders over en verkoopt het pand aan een belegger, tot verdriet van de gebruikers. We hebben eerst een brief gekregen, 23 januari, van de heer Lambeck. Dat wil zeggen dat u gelijke rechten en plichten behoudt, ook wanneer er sprake is van een nieuwe eigenaar. Dan krijgen wij een brief, dat is 22 november. En nu staat er opeens, de nieuwe eigenaar is bereid u een periode van 2 jaar te geven om de zolder geheel leeg op te leveren. Dus dat is in contrast met elkaar. Een aantal juristen heeft gezegd, wat de heer Lambeck betreft, aan een dergelijke toezegging kunt u samen met de andere bewoners natuurlijk eveneens een bindend recht ontlenen. Belofte maakt schuld. Pacta sunt servanda. Dus het is volkomen tegengesteld aan elkaar. Nou, waar ik bang voor ben is dat misschien niet op korte termijn, maar wel op lange termijn, dat de waarden die we hier hebben, zowel als het gaat om het monument, maar ook het feit dat we betaalbaar wonen in de binnenstad, dat die waarden op een gegeven moment ter discussie komen te staan. Iemand die het nu koopt voor een hoge marktwaarde, die zal hoe dan ook op termijn daar rendement op willen maken. Ja, dat kan alleen maar als je of de huren absurd omhoog gooit, ofwel dat je er bijvoorbeeld een Airbnb of short stay paradijs van maakt. En dat zou best kunnen in de binnenstad. Maar dat vinden wij op deze plek geen goed idee. Sandra Beckerman, het Gronings Tweede Kamerlid voor de SP, heeft de minister van Binnenlandse Zaken schriftelijke vragen over het pepergasthuis gesteld. Het Kamerlid wil van de minister weten waarom de gebruikers en de gemeente niet om hun mening is gevraagd. Durft u een voorspelling te doen hoe dit gaat aflopen? Nee. Ik heb geen idee. Ja, ik hoop dat het Monumentenfonds dit overneemt, maar ik... Ja, een balletje, hoe dit balletje rolt en hoe in Den Haag, hoe de rechter hierover beslist. Joost mag het weten. Joost is dus een andere naam voor de duivel. Joost mag het weten. Ja. Mijn inschatting is dat er hier zoveel maatschappelijke weerstand tegenkomt, dat uiteindelijk deze verkoop niet doorgaat. Ook in de Kamer zijn nu vragen gesteld door Sandra Beckerman. Daar zijn we erg blij mee. En ik denk dat de samenleving niet accepteert dat dit prachtige plekje in de stad opeens omgetoverd wordt tot een horecavoorziening of een woonhuis. Dat zou doodzonde zijn voor deze stad.
We hebben als gemeente Groningen natuurlijk ook bezwaar ingediend bij de autoriteit Wonen. En bezwaar tegen deze, we hebben eens een zienswijze gedaan, bezwaar tegen het feit dat men het wil goedkeuren. Ik denk dat nu toe heeft de minister of de mens het goedgekeurd. Dus het zou mij verbazen dat de minister nu plotseling iets anders antwoordt, maar ik hoop er natuurlijk wel op.